Ja, lieve mensen, wat goed dat jullie er allemaal zijn op deze geweldige avond. En dat meen ik serieus, hè. Het is een geweldige avond. Want als het een rotavond was geweest, dan had ik dat ook gezegd, hè. Bij Weger, Voortman en de jongen draaien we er niet omheen. Duidelijke taal en duidelijk beleid. Daar zijn we groot mee geworden de afgelopen 5 jaar. En daar gaan we mee doorgroeien de komende tijd. En als we niet doorgroeien, dan groeien we maar niet door. Ik bedoel, groei, dat is ook maar een woord. Hans, Pien en ik hebben altijd precies gedaan wat we zelf wilden. We hebben ons nooit iets aangetrokken van hoe je de dingen doet of hoe iets nou eenmaal gaat. En ach man, wat is het goed gegaan. Het gaat goed met ons. En het gaat goed met het bedrijf. En dan kan ik jullie gaan vermoeien met bedrijfsresultaten en grafiekjes. Ik ga dat niet doen. De glimlach op de lippen van Hans en de gloednieuwe jurk van Pien zeggen meer dan wat voor prognoses dan ook. En kijk naar jullie auto's op ons parkeerterrein. Jullie jassen in de garderobe. De wintersportvakantie die je net achter de rug hebt. Chris. En dat bewijst dat we bij Weger, Voortman en de jongen weten wat we willen. En dat we ervoor gaan met z'n allen. Gewoon omdat we dat leuk vinden. Eventjes. Want wat is dat nou, hè? Die typische sfeer, die specifieke manier van werken. En ik had het daar zo even nog met Hans over. Voor het eerst in die 5 jaren, dat is op zich al tekenend. Maar goed, de buitenwereld wil dan altijd dat daar een plan achter zit, een idee. Maar geloof me mensen, wat ons betreft zit er helemaal nergens een idee achter. Maar goed. Laat nou even. Als je dan per se een woord wil horen, okay. Dan zeg ik flexibiliteit. Flexibiliteit. Ik bedoel, als het morgen anders moet, dan doen we het gewoon weer anders. Ik bedoel, ik kom morgen in een korte broek naar de zaak als dat beter is. Ik knip mijn haar af, ik ga gekleurde contactlenzen dragen. Sterker nog, ik treed onmiddellijk terug als blijkt dat iemand anders de zaak beter kan leiden dan ik. Want ik doe er niet toe. Net zo min als jullie er allemaal toe doen. Wij zijn allemaal radertjes in het grote gevoel dat Weger, Voortman en de jongen heet. Chris. Nou, wacht nou even. Nee, eventjes, anders vergeet ik het straks. Misschien moet je het even zonder microfoon proberen. Hans, in godsnaam. Nou ja, het schept zo'n afstand. Laat me nou gewoon even mijn verhaal doen. Zonder microfoon dwingt gewoon meer respect af. Snap jij wat ik bedoel, Pien? Daar ben ik dus tegen. Jongens, dit is goddomme niet mijn eerste toespraak. Als het met microfoon al niet te volgen is. Nou ja, laat het gewoon even zonder microfoon proberen. Krijgen we nou? Nee. Wacht even, Hans. Wat betekent dit, Pien? Het pakt in. Wil jij het liever doen? Nee, daar gaat het niet om. Waar gaat het dan om? Voor mijn part doet Hans het. Oh, geen probleem. Als ik het maar niet doe? Ik wil gewoon een helder, eenvoudig verhaal, dat is alles. Nou, dan moet je het vooral door Hans laten doen. Ja, ik vind alles best, hè, jongens. Ik bedoelde bij wijze van spreken. Hoe bedoel je? Je weet toch gewoon helemaal niet waar ik naartoe wil? Mijn toespraak is er nog helemaal niet af. Ja, het is stroperig, Chris. Saai. Er zit geen richting in. Komt niet van de grond. Nee, zo bouw je een goed betoog op. In het midden expres een beetje saai. Om dan naar een pakkend eind toe te werken. Ja, ik denk dat je een deel van het probleem oplost als je het gewoon zonder microfoon probeert. Man. Ja, probeer het nou eens. Gewoon voor de grap. Jongens, Jezus, kom op zeg. Dat is wat mij betreft dus Weger, Voortman en de jongen. Keihard op weg naar nergens. Ieder op zijn eigen manier voor de volle 100%. Want kijk, Pien. Als ik ze hoor roepen bij andere bedrijven, wij zetten ons 200% in, dan vraag ik mij af. Ik denk toch echt. Wat is bij jullie dan totale inzet? Ik denk dat het echt. 1000%? 10.000%? Ik denk dat het zonder microfoon. Jezus Christus, iedereen haakt af, Hans, met of zonder microfoon. Maar het gaat toch helemaal niet om de microfoon? Nou ja, ik denk toch dat jullie dat onderschatten. Het gaat allereerst om het betoog. Ach, betoog. Ik kan dat woord niet meer horen. Het is een toespraakje, Chris. Een toespraakje voor de eerste lustrumviering. Gewoon een gezellig praatje. Pep toch? Ja, precies ja. Je zegt helemaal niks, hoor. Nou, oké, laten we het dan gewoon nog één keertje proberen, maar dan zonder microfoon. Hey, jongens, kan dit niet in jullie eigen tijd? Het is net zo goed jouw tijd. Dat bedoel ik. Even geen discussie nu. De toespraak deugt niet, punt. Oké, dan haal ik dat laatste stukje haal ik eruit, van die 100%. Ja, dat helpt niet, Chris. Leg er dan even precies uit wat je bedoelt.
Dit vind ik dus zonde van mijn tijd. Geef haar nou even de kans, ja? Ik blijf het allemaal maar gewoon onzin vinden. Ja, dan is het allemaal maar gewoon onzin. Als jullie het allemaal maar gewoon onzin vinden. Jezus, Pien. Ja, hier word ik dus gek van. Geen nee, wat is nou je probleem? Zij zit hier maar de zaak bewust te traineren. Jongens. Dat is godverdomme niet waar. Nou moet jij eens heel goed luisteren, Pien. Ik luister de hele tijd al goed. Nee, dat doe je niet. Jongens, alsjeblieft. En dat doe je nooit. Heb jij door dat je de hele tijd nieuwe dingen introduceert? Jij bent zo godsgruwelijk eigenwijs. Hopla, weer een nieuw statement. Zie je nou wat ze doet? Waar hebben we het over? Over de toespraak. Nee, daar gaat het al lang niet meer over. Ja, maar daar is het allemaal mee begonnen. Ja, maar daar komt nu ineens van alles boven tafel. Het ging om mijn toespraak. Dat denk ik dus niet. Jawel. Het ging om haar toespraak en jij vond hem niet duidelijk. Dat vind ik nog steeds. Nou, dan kunnen we het daar toch over hebben? Ik wil het er al niet eens meer over hebben. Oké, wat is er aan de hand, Pien? Vind je dat ik het niet kan? Kies. Gebruik de verkeerde woorden. Is er iets mis met mijn jurk? Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Ik wil het weten, Pien. Wat is er zo erg aan mij? Dat wil ik weten. En voor jou ook, Hans. Het? Jij laat me ook voortdurend in de kou staan. Oh, vertrek het nou niet zo, ach, zeg. Man, jongens. Ik slaap al maanden niet meer. Ik denk dat er gepraat wordt achter mijn rug als ik door de gangen loop. Dat er gekonkeld en gegiecheld wordt. Nou, dat valt allemaal best wel mee. Ah, je vindt dus wel dat het aan de hand is. Chris! Jongens, nee, in vergaderingen wordt er nooit meer genotuleerd als ik wat zeg. Is dat jullie niet opgevallen? Nou, je zegt... Nou, dat valt allemaal best wel mee. Ik zie wat ik zie, ja. Ja, je maakt je veel te druk. Kom op, jongens. Jullie weten meer dan ik. Wat is er aan de hand? Luister, Chris. Oké, goed. Goed. Misschien ben ik burnt out. Ik ben wazig, maar ik doe wel echt mijn best, ja. Tuurlijk, is tuurlijk. Je praat tegen me alsof ik ziek ben. Wel, nee. Zie ik er slecht uit, vinden jullie? Ruik ik naar zweet? Ach, man, als ik soms heel even in slaap val, dan droom ik dat al mijn tanden eruit vallen. Ja. Of ik rij op de snelweg en ik heb geen rijbewijs. En ik kan alleen maar net onder mijn wenkbrauwen doorkijken. Kijk zo, snap je? En dan keihard over de drukke snelweg. Ja, verdomd, ja, dat ken ik. Ja. Zie je wel? Jullie weten waar ik het over heb. Godverdomme, die voortdurende stress. Ik word op de gekste momenten woedend. Ik zit elke avond te janken voor de televisie. Bordje op schoot. Laat mama maar even. Mijn kinderen ontwijken me en dat begrijp ik. Ik kan hun namen niet meer onthouden. Ik geef ze geld om het gebrek aan aandacht te compenseren. Honderden euro's per maand gaan er zo doorheen. Niet aan papa vertellen. En op kantoor precies hetzelfde. Ik heb die leuke, die kleine, die donkere, hoe heet die? Joey. Joey, ja. Die heb ik ook al een kapitaal toegestopt. Ik heb zijn warmte gekocht, jongens. Godverdomme. Nee, geen seks snel, nee. Nee, man, dat is me veel te vermoeiend. Nee, ik heb op zijn schoot gezeten en ik heb in zijn ogen gekeken. Wat is dit nou toch weer voor een ranzig verhaal? Dat vond ik heel ontroerend. Je bent ziek, Chris. Ja, misschien, ja, misschien. Hé, hey Chris, hou even op, zeg. Kan ik niet meer stoppen. Ja, omdat je het niet probeert. Zal ik even een glaasje water halen? Misschien iets sterkers. Ik kan echt niet meer stoppen. Zo moet jij niet beginnen. Ik ga een glaasje water halen. Nee, hier blijven, Chris. Het was therapeutisch bedoeld. Ik sta niet voor mezelf in. Chris, hij bedoelt het goed. Chris, luister. Hij moet gewoon niet beginnen met slapen. Ja, jij moet met je poten van het personeel afblijven. Ik heb alleen maar in zijn ogen gekeken. Ja, omdat je een lymphomaan in slep bent. Oh, Pien, nou moet je me echt tegenhouden. Ga even zitten, zometeen komt er iemand binnen. Verdomme. Eventjes, jongens. Hey, ik stel dus voor dat we sushi nemen voor vanavond. Sushi? Ja. Ja, als je een beetje goed voor de dag wil komen, dan neem je sushi. Wat zijn jullie aan het doen? Je kan toch gewoon met blokjes kaas? Ja, met een augurkje. Jezus Christus, je gaat geen kaas serveren in 21ste eeuw. Ja, die sushi verdient zichzelf wel terug. En sushi is zo duur. Nou, je gaat het zelf maar afbestellen als het niet goed is, hè? Heb je die sushi al besteld? Ja, maar het is sushi, Chris. Ja, nou en? Ja, je kunt niet op de Bonnefoy voor een zaal vol mensen sushi gaan halen. Kun je sushi niet afbestellen?
Ik ga die sushi niet afbestellen. Maar dat is toch allemaal vers materiaal? Godverdomme, wat gaat die sushi wel niet kosten? Ja, joh, dat is volkomen irrelevant. En met sushi til je dat hele feest van je naar een hoger plan. En daarmee het hele imago van je bedrijf. Dat gaat je met kaas niet lukken. Dat is het goede van sushi. Het is yin en het is yang. Ach, kom op, nou, Joey. Ja. Je kunt nog even wat van die Japanners leren, hoor. In zo'n kantoor kan je toch niet werken, jongens? Van voorkomen uit balans qua feng shui. Logisch dat jullie elkaar hier aanvliegen. Dus, er moeten wel hele goede argumenten komen. Wil ik die sushi gaan afbestellen? Ik hoor het wel als jullie zijn uitgespeeld. Luister, Chris. Zo kunnen we toch niet met elkaar omgaan? Dit is belachelijk. Ik vermoed toch dat zij lesbisch is, hè? Zoals ze wegloopt daarnet. Dan zie je het ineens, hè? Nee, wacht. Ik zeg maar wat. Ik kan niet tegen de stilte, dan zeg je soms precies het verkeerde. Voor hetzelfde geld had ik precies het juiste gezegd. Tja. Maar jij begreep het wel, hè? Zonder rijbewijs achter het sturen en dan alleen maar onder je wenkbrauwen door kunnen kijken? Ja. Oh, fijn. Ik begreep wel wat je bedoelde, ja. Dat is toch echt iets. Dat je niet de enige bent. Tuurlijk. Bedankt voor je begrip, Hans. Tuurlijk, is. We staan er allemaal alleen voor, hè? Ja, soms. Ik bedoel niet altijd. Goed, man. Goed dat je die hand geeft. Wat? Begrip, hè? Understanding. Understanding. Begrip. Ja. Hey. Ja. Hey. Mijn hoofd loopt om, Chris. Oh, nou, je moet, als je wat te doen hebt, moet je weggaan, hè? Ja. Ik red me wel, hoor. Tuurlijk. Chris. Zeker weten. Ja. Zodoende. Ja. Ach, dat is een mooi woord. Dus. Ja. Nee, dat is minder. Hey, wat doe je? Mijn hand. Ach, is dat jouw hand? Jezus Christus. Ik denk de hele tijd dat ik er drie heb. Nee, kijk, dit is de mijne. Wat een opluchting. Ja. Ik ga even een glaasje water halen. Goed geraden. Ja. Hé, Hans. Hé, ik red me wel, hè. Ik zou mezelf nooit van kant kunnen maken. Ik ben Chris Weger. Ik ben een mens.